En hallo daar beste mensen, daar zijn we weer. Vandaag zijn we weer bij de goede Skyblock aflevering 2. En wat hebben we hier neergezet eigenlijk de vorige keer? Dat is dus de begin van de mobspan, of de mobfarm en natuurlijk deze zeppelins. De zon is aan het opkomen natuurlijk, want de nacht is gisteren voorbij gegaan. Nou ja, gisteren de vorige aflevering. En dat betekent nu dat de boom is gespand, want ja, de zon die denkt van hey, laat ik jou weer bestralen met wat licht, zodat jij kan opgroeien tot een mooie boom. En deze jongens, holy what moly! Dat is een ziek grote boom. Ik kijk meestal, oh mijn, wat de hel. Het is niet gezond. Maar wat ik zit te denken, hè, meestal is het in een survival, als ik dan zo'n mega boom zie, dat ik denk van, ja, maar moet ik hier nou mee? Want meestal is het zo dat ik dan denk van ja, ik stop nu met bomen hakken. Als ik namelijk een bomenfarm heb gemaakt, dan denk ik van ja, maar dit gaat er niet worden. Want dan ben ik echt een half uur aan het zoeken naar die ene, dat stammetje in die zeppelins. Die is verstopt zit in die zeppelins, dat duurt echt mega lang. Maar dit is Skyblock en hier moet ik het eigenlijk gewoon maar accepteren. We moeten ooit een keer weer de kisten gaan verplaatsen hoor, maar om alles hier al gunstig uit te pakken, ga ik het verbreden met 4. Zo. En waarom het nou halfslabs zijn, nou, dat snappen jullie waarschijnlijk wellicht al. Dat is gewoon tegen de mobspanning. We willen natuurlijk niet dat we worden belaagd door mobs, zeg maar. En deze even 2 breed uitzetten. Gewoon ook even symmetrisch een beetje te werk gaan om het ook deze kant op te bouwen. Zo, en dan hebben we er nog 2 over. Dat betekent dat wij deze kant ook nog eventjes natuurlijk 2 op gaan bouwen. Gewoon wellicht het eventjes uit te breiden. We gaan beginnen met deze te hakken. En daarna gaan we gewoon beginnen met de grote huge ass boom weg te hakken. Waardoor wij extra hout hebben, extra zeppelins en hopelijk extra apples wegens eten. En wat we natuurlijk met die apples moeten doen is op een gegeven moment golden apples maken. Waardoor wij natuurlijk een villager kunnen maken. Maar dan moeten we ook nog een weakness potion hebben. En dan moeten we brown mushrooms gaan krijgen. Wellicht dat we die in de nether krijgen. Maar ja, dan moeten we een nether portal maken. Holy shit. Je zou maar net denken dat ik echt gewoon nooit meer heb gesurvivald sinds 1.12 of zo. Dat ik alleen maar andere games heb gespeeld. Dat is niet echt helemaal waar. Maar ja, ik ben survival is het natuurlijk gewoon super makkelijk om alles te halen, want dan heb je alles. Hier heb je eigenlijk gewoon niks. Nou, dat kan en dat gebeurt. Maar dan gaan we gewoon, we gaan de strijd aan. Want dat zijn we al begonnen en we gaan hem ook completen ook. Al weet ik niet wat endgame hier is. Misschien de Ender Dragon verslaan. Want volgens mij is er een endportal. En ik denk dat het wel op zich gezellig gaat worden. Volgens mij trouwens, als ik een composter maak, hè, dan kan ik daar die zeppelins in doen die te veel zijn. En dan kan ik daar boomwiel van krijgen. Dus dat kunnen we wellicht maken. Een composter maakt hier volgens mij met, laten we 5 woede. Oh, nou weet je wat. Laten we het gewoon even in ons hele inventory doen. Zo. Kunnen we hier iets mee maken? Ook woed. Wacht, het kost 4 en dan krijg je er 3. Oké. Okay. Nee, we gaan geen kist maken. Geen crafting table. Oh, een fence. Oh, ik moet maar één zoiets hebben, volgens mij. En dan is het deze zo. En dan die zo. Zo. Nou, misschien moet ik toch een extra fence nodig hebben. Oh, kijk, hier een composter. Oh, ik had hem bijna. Oké, dus we hebben een composter. Dat betekent dat wij nu de rest hier al even in kunnen doen. En die composter, laten we die, ik heb geen ruimte om dingen neer te zetten, hier neerzetten. Ja, nice. Oké. En volgens mij is het, als ik daar bijvoorbeeld een zeppelin in doe, laten we er 2 in doen. Hup, hop. Nou, dat vult echt enorm. Verdomme, dit werd niet echt voor gemeten. Oké, nou, weet je wat? We gaan even wat boom maken. We hebben genoeg zeppelins, denk ik. Om die leaves gewoon zo te laten. Ik denk dat het wel prima is. Ik echt, oh, waar ben ik aan begonnen, jongens? Jongens en meiden.
Dus weet je wat? Zet het in de comments. Is een wooden axe misschien toch handig om zeg maar hout te kunnen hakken? Oh. Ik vind dat shiften trouwens ook zo apart. Weet je, dat je een meisje... Hé, een appel. Oeh, en een stick. Maar dan zit ik me ook af te vragen, hoe ga ik hier nou dirt krijgen in deze wereld? Is dat nog mogelijk? Dus ik doe de hard mode in mijn eentje. Misschien dat jullie challenges kunnen verzinnen. Dat we kunnen doen hier. Oh, twee zombies. Zo. Die boom laten we nog even zo staan. Oké. Okay. En de mob farm werkt redelijk, deels. Oh. Oh ja, dit klinkt als mobs. Ja, ja, ja. Alsjeblieft, drop 2 iron. Het zou zo fijn zijn. Kijk, 1.9 in mijn ken. Of 1.9 PvP lukt me nog wel. Zo. XP, we zijn level 2! Rotte fles, daar kon je ook toch iets mee? Oh, dat kunnen we eten, maar volgens mij kun je dat ook ophangen of zo, toch? Ik weet het niet. Ik zeg ook dingen waarvan ik echt volgens mij dat jullie denken van wat heb jij het over? Wat heb jij gekeken? Holy shit, deze boom is echt zo mega groot. Oh, ik zie daar saplings en die saplings zijn best wel belangrijk voor de composter. Voor boommeel. Kom hier, kom hier, kom hier. Oh, waarom verdwijnen? Ze verdwijnen, de bladeren verdwijnen. Of is dat van een andere boom? Oh nee, ik val bijna. Intense boom! Misschien is het handig als we daarmee aan die bomspannen gaan beginnen binnenkort. Laten we eventjes naar boven bouwen. Wacht hè, trouwens. Nee. We kunnen nu blokjes gaan gebruiken om naar boven te zetten. Maar wat ik net zeg is ladders maken. Kost wat sticks. Maar het kost geen bloks meer. Laten we er... laten we er 3. Dan komen we al iets hoger. Kijk. Tactiek hoor dit. Ja. Oh, nu zijn we op hoogte gekomen. En we hebben 2 appeltjes erbij. 3 appeltjes. Dus mochten we echt honger krijgen, dan kunnen we nog appeltjes eten. Oh, een skeleton. Dat is boommeel. Maar nu zit ik echt in dubio. Een dubio? Diplo? Een dubio van, ja, er staat daar een skeleton. Die wil ik graag killen. Hij kan mij killen. Dat is een dubio. Het probleem is echter ook dat hij een boommeel kan droppen. En een boommeel is voor ons wellicht eten kans. En één boon is 9 boommeel volgens mij. Of is het 3? 3 volgens mij trouwens. Niet 9. Kijk hier, dit bedoel ik nou. Dan hak je deze weg en dan zit er daar nog zo'n smerig stinkblok erachter. Doe die hakken. Valt dan naar beneden. Naar de void. Maar voor de rest is dit helemaal veilig. Ja. Straks gaat hij dood door fire damage. Ja. Nee, er is weer zo'n megaboom! Ik vind het zo naar. Oké, we gaan erop af. Tum, tum, tararun, tum, tararun. Oh nee, wacht, er zit copyright op. Kom hier. Oh. Yes, 2 bones. En 2 pijltjes. Jongens, dit is toch niet te doen. Oh. Nou, weet je, we hebben 2 bones, dus we halen dit weg. Dan hebben we deze boom staan. Die ik even off camera ga weghakken, want jullie zien hoe lang het duurt. Ik wens jullie... Ik wens jullie een hele fijne dag. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vonden jullie het leuk? Laat zeker een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een gloednieuwe video. Ik laat dit keer kort. Vergeet niet te abonneren. Dat is zeker. Tot de volgende keer. Doei.